Bart, zelfs slags 3-3, kan je daarmee leven? Ja, uiteraard. Allee, desondanks heb ik spijt van die laatste doelpunt, want je speelt altijd voor te winnen, of dat nu een oefenwedstrijd is, ja of nee. Maar ik denk dat we los van het resultaat, we verliezen ook niet. Dus dat is op zich ook niet. Je speelt uiteindelijk toch wel tegen een tegenstrever die een reeks ogen speelt en daar aan de bak moet. Maar ik denk dat ik na de tweede week tevreden trainer ben. Onze eerste wedstrijd tegen Doorslaar heb ik veel balbezit gezien, hebben we doelkansen gezien, nog niet heel veel doelpunten. Vandaag vond ik dat we sterk ook in het balbezit begonnen en we het balbezit ook namen. Maar toch op een stilstaande fase achterkwamen, wat een belangrijk leermoment is voor ons, denk ik, om daarop voor te werken. En we kwamen terug in de wedstrijd. Tweede helft vind ik dat we het initiatief, tweede helft, iets meer naar onze kant gelegd hebben in de controle van de wedstrijd. We gingen iets hoger spelen. Maar naarmate de wedstrijd eindigde, heeft Hamme uiteraard ook zijn steentje bijgedragen. En hebben, ja, komen we tot een heel leuke score voor de toeschouwers. Maar ik had liever dat laatste doelpuntje niet gezien, daar ben ik eerlijk in. Inderdaad, een leuke score. 3-3 is zeker leuk voor de toeschouwers. Maar het was niet alleen de score, ook waren er nog diverse kansen. Het was een leuke pot voetbal om naar te kijken. Maar weet dat we, inderdaad, het was een leuke pot voetbal om naar te kijken. Maar weet dat we van achteruit bouwen, hè, dat we dat balbezit willen, dat we die balcirculatie. Wij zijn uiteindelijk ook nog maar 2 weken bezig, dus echt die versnellingen, die individuele acties, daar hamer ik ook niet op. Dat hoeft voor mij ook niet onmiddellijk. En dan zie je wel dat je soms, ja, een kansje mist. En ik denk, ja, op het aantal kansen vandaag gezien hadden we gerust nog een doelpuntje of 2 kunnen bijmaken. Maar evengoed misschien Hamme nog een doelpuntje kunnen maken. Alhoewel dat ik vond dat hun doelpunten toch ook wel wat te maken had met een foutje bij ons. Maar zo is het altijd in voetbal. Maar nogmaals, ik denk, het was een leuke pot voetbal. We hebben eruit geleerd. We hebben een stap verder gezet. Dus we kunnen rustig toekijken naar de volgende week. Tot slot, je doet de vervanging. Ik wil de speler uiteraard niet ophemelen, maar toch, scoort 2 maal. Lekkere binnenkomer, denk ik dan. Maar kijk, ik heb de groep ook gezegd, we hebben een bijna volledig nieuwe groep. Dus we hebben geen tijd te verliezen. Ik wil ook zo snel mogelijk in een competitiegevoel zitten met de oefenwedstrijden. En dat maakt ook dat je vervangingen probeert te doen op het moment dat je denkt dat je ze nodig hebt. En als die dan zo worden ingevuld, dan is dat aangenaam. En dan weten we dat we met Boris op dit moment een speler bij hebben die zijn doelpuntje kan maken. En dat werd ook al op de bank even meegevierd, dus dat is leuk. Maar Boris is één van. Dus op dat vlak gaan we niemand niet ophemelen, inderdaad. En gaan we vooral naar het collectief in eerste instantie kijken. Dat moet toch doen natuurlijk, jouw 2 spitsen scoren, beide vandaag. Dat was mijn eerste reactie als Boris zijn eerste doelpunt maakt. Ben ik naar Stavros gegaan. Ik heb gezegd van kijk, 2 spitsen staan op het veld en 2 spitsen scoren. Dus dat doet goed voor het gevoel van een spits.